Het dorpshuis van Ubbergen gaat dicht. De Ubburg, zoals het gebouw heet, is in slechte staat en wordt gesloopt. Dat betekent ook dat de middelbare school die ernaast ligt, de Notre Dame, op zoek moet naar een nieuwe locatie om dans- en dramalessen te geven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij hebben hier in dit gebouw bijna alle lessen, maar er zijn een paar vakken die voor ons heel belangrijk zijn. Dans en drama, en die worden gegeven in een bijgebouwtje dat heet de Ubburg. Alleen is de situatie nu zo dat de gemeente de huur heeft opgezegd van de Ubburg. Waardoor voor ons meteen een ernstig probleem ontstaat, zou je kunnen zeggen. Want wij kunnen niet zomaar dans en drama in het huidige gebouw erbij geven. De Ubburg die gaat dicht omdat het gebouw een zeer slechte staat van onderhoud heeft. Nou, de gemeente kan ons op twee belangrijke manieren tegemoetkomen. Het ene is dat zij een financiële bijdrage geven zodat wij iets kunnen realiseren in het huidige gebouw bijvoorbeeld, of er vlakbij of vlak tegenaan. Het andere is dat wij een zeker medewerking nodig hebben en die ook in het verleden altijd gekregen hebben. Hè? Dat is, moet ik even duidelijk zeggen. Als het gaat om procedures. Dus als het allemaal heel moeizaam zou verlopen, of dat je de volle medewerking hebt en zaken vlot procedureel verlopen, dat helpt natuurlijk ook. We hebben alle reden om aan te nemen dat de gemeente ook de afspraken uit het verleden honoreert. Dat is ook de houding die de gemeente heeft aangenomen. Dus wij maken ons daar op dit moment natuurlijk wel zorgen over. Ook vanwege het financiële deel. Maar dat is eigenlijk de huidige situatie. Dat we rekenen op bestuurlijk goede samenwerking met deze consequenties. Wij zijn op dit moment drukdoende om allerlei alternatieven te onderzoeken. Op dit terrein is er heel beperkt ruimte, omdat je te maken hebt met bebouwingsgrenzen en daar moet je je ook aan houden. Het is wel zo dat wij in overleg met de architect, vorige week nog, dat is de architect Rinus Rovers, die ook dit gebouw heeft gemaakt, gaan kijken nu naar oplossingsmogelijkheden vlakbij of tegen het gebouw aan. Nou, het is zo dat per 1 maart 2018 de huur is opgezegd. Dat geeft natuurlijk ook een druk. Dan moet er snel iets gebeuren. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit, en daar zijn we ook in overleg over met de gemeente, dat de gemeente mee zal nadenken over een snelle oplossing. Ja, een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn dat je nog een paar maanden langer bijvoorbeeld in de Ubburg blijft. En dat je in die tijd iets nieuws realiseert hier in of bij het gebouw.